gezelligheid. Die twee dingen zijn volop te vinden op de artiesten- en evenementenbeurs in Eindhoven. Je kunt toch kijken en ook meedoen met verschillende vormen van entertainment. Nou, trakteren vinden de mensen natuurlijk altijd leuk. En als je iets lekkers hebt als een heerlijke wafel met slagroom, dan wil iedereen natuurlijk. En een leuk muziekje op de achtergrond en voor wat hoort wat. Dus als de mensen met mij een dansje doen, krijgen ze een heerlijke wafel met slagroom. U maakte tekeningen op uw buik. Hoe bent u op dat idee gekomen? Nou, dat is een beetje langzaam gekomen. Maar uiteindelijk doorslag is gegeven door flink dronken te worden en dan heel hard na te denken. En dan de volgende ochtend moet je dan onthouden wat je dan bedacht hebt. En dan komen er wel eens leuke ideeën uit. Dit was er één. Maar dat is dus eigenlijk op zijn kop tekenen. Dat is toch hartstikke moeilijk? Ja, ik heb wel een tijdje moeten oefenen voordat alles op zijn plek kwam. Ja, dat klopt. Ik doe het nu 3 jaar en het gaat steeds een beetje beter. Wie bent u eigenlijk? Ik ben tovenaar Runewold. Ik lees de tekens van het woud, de runen. En ik voel alles feilloos aan. Hoe was het? Heel leuk, maar je kan gewoon echt niet lopen in dat ding. Nee, was het moeilijk? Ja, het was heel moeilijk om je evenwicht te bewaren. En als je denkt dat je kan lopen, dan kip je toch weer de andere kant op. Je denkt wel elke keer dat je in het water valt, maar als je helemaal valt, dan gebeurt er eigenlijk niks. Dus het is wel fijn. Het is echt heel leuk. Goede oefening ook voor je conditie. Dus ja. Leuker dan sportschool? Ja, veel leuker. Dat zeker. Wie nog naar de artiesten- en evenementenbeurs wil, kan nog tot en met morgen terecht in het beursgebouw.